het begon in Vlaanderen met Bart, die iets wilde doen voor de vluchtelingen in Calais, wat het toen overal in het nieuws was en waar dat heel veel om te doen was. En heel veel mensen hadden het gevoel van, we willen iets doen, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat. Dat solidariteitsgevoel was zo sterk dat we dachten van, kom, laten we dat een beetje helpen en structureren, zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen. En toen zijn we ook verder gaan denken van, kijk, er zijn heel veel noden in de maatschappij, laten we een vrijwilligersmatcher bouwen voor alle noden hier van bij ons. Zo is Give Day eigenlijk geboren. Dus we hebben toen meegedaan met een wedstrijd, Apps from Antwerp. En met die wedstrijd eigenlijk te winnen hebben we eigenlijk de basis gebouwd. En dan hebben we eigenlijk eind 2016 officieel Give Day gelanceerd. On a fait un questionnaire dans lequel on s'est rendu compte que 80% de la population belge avait envie de s'investir dans des projets. Mais qu'il n'y avait que 12% qui s'investissaient réellement. Ça veut dire qu'il y a un gap de 68% de personnes qui sont prêtes à s'engager. Et pour nous, je pense que pour Give a Day, si on a un objectif de 500 000 personnes d'ici 3 ans qui sont inscrites sur la plateforme et qui réalisent des projets, ce serait juste exceptionnel. La plateforme fonctionne très simplement, c'est très intuitif en fait, puisque on met en relation les associations avec les bénévoles. Donc on peut s'inscrire en tant que bénévole par rapport à nos centres d'intérêt, donc que ce soit sur quelqu'un qui est plutôt porté sur le domaine environnemental ou bien plutôt social. Il y a tellement d'activités possibles, donc sur base de ça, les bénévoles s'inscrivent. Et les associations s'inscrivent aussi. Et donc nous, on fait le matching entre les deux. On est vraiment le carrefour entre les bénévoles, les entreprises, les associations caritatives et les communes. Mensen zouden in ons moeten of mogen investeren voor het geld. Maar eigenlijk denk ik omdat je hier deel van wilt uitmaken. Omdat wij ervaren hebben hoe leuk het is om deel uit te maken van een beweging die positief is, die iets gaat veranderen, die iets wil veranderen. En we hebben het nu opengesteld naar iedereen. En ik kan niet geloven dat mensen hier geen deel van willen uitmaken. Elk klein beetje helpen, word mee coöperant en laten we samen het verschil maken.